Dag allemaal. 8 jaar de gevangenis in, dat is een hele zware straf. Die krijgt zelfs een volwassene niet zomaar, laat staan een kind. Toch werd in Zuid-Afrika een zwarte jongen van 13 jaar door de rechter voor zo'n lange tijd gestraft. En hij was niet de enige. Nog 12 kinderen van 13 tot 17 jaar kregen ook zulke zware straffen. Ze werden veroordeeld omdat ze hadden meegedaan aan dit soort rellen die in Zuid-Afrika veel voor. Nu volgt een programma in de zend. Met de blanken. Ook kinderen doen aan die gevechten mee. Vaak worden ze opgepakt en zwaar gestraft. De kinderen die nu veroordeeld zijn, hadden met stenen gegooid en branden gesticht. Eigenlijk zouden die kinderen naar een soort opvoedingsgesticht moeten, maar die zitten overvol en dat betekent in de praktijk dat ze gewoon in de gevangenis terechtkomen. Meneer Van Manen, u bent advocaat, u heeft te maken met rechtszaken, althans hier in Nederland. Maar u weet ook behoorlijk wat over Zuid-Afrika. U bent daar bij een aantal rechtszaken geweest als waarnemer om te kijken hoe het daartoe gaat. Mag dat zomaar kinderen in de gevangenis zetten? Het mag hier niet, het mag daar ook niet. Er zijn daar, net als hier, speciale regels over de berechting van kinderen. Maar ja, vooral sinds 1984 werden zo ontzettend veel kinderen voor de rechter gesleept. Bijvoorbeeld, omdat ze zich verzetten tegen de apartheid. Omdat ze zich verzetten tegen de apartheid. In 1985 zijn er geloof ik al meer dan 13.000 kinderen, dat ze zeggen mensen onder de 20, gearresteerd. En al die kinderen die worden, als ze veroordeeld worden, maar in gewone gevangenissen gestopt omdat de gestichten overvol zijn. Er zijn ook kinderen bij van 8 en 9 jaar. En er is bovendien nog iets anders. Er zijn ook speciale regels voor de procedure die gevolgd moet worden als kinderen voor de rechter staan. Dan moet ook meer zorg aan ze worden besteed. En dan moet iemand van een sociale werker bij zijn en zo. Er moet echt goed op hun rechten worden gelet. Maar daar hebben ze iets op gevonden. Want wanneer je nou bijvoorbeeld 10 kinderen van onder de 18 voor de rechter hebt en je zet er 1 bij die ook vervolgd wordt van boven de 18, dan mag de hele groep behandeld worden alsof ze volwassen waren. Dus dan komt er niks terecht van die kinderen. Gezet worden. Ja, bijvoorbeeld. Is er nou niks aan te doen? Niks aan te doen. In dit geval begrijp ik dat de kinderen of hun ouders een hoger beroep zijn gegaan. Dat kan dan een betere straf opleveren. Of misschien zelfs helemaal geen straf. Maar dat duurt dan waarschijnlijk wel weer een jaar of twee. En in die tijd tussentijd in de gevangenis zitten die kinderen in de gevangenis. Dat is een heel triest verhaal. Dat is een heel triest verhaal. En ja, als je er natuurlijk echt wat aan wil doen, dan zou je de apartheid moeten afschaffen. Als het aan de burgemeester van Amsterdam ligt, dan is er 1 voetbalclub die hij niet meer wil zien in zijn stad. En dat is de Eredivisieclub FC Den Haag. De Amsterdamse burgemeester vindt dat supporters van die club zich meer dan afschuwelijk hebben gedragen. Dat gebeurde vorige week woensdag toen ze naar Amsterdam kwamen voor de wedstrijd Ajax-FC Den Haag. Ze riepen toen allerlei vreselijke dingen. Bijvoorbeeld, we gaan op jodenjacht. Zulk soort kreten zijn bij de wet verboden. Het is discriminatie, racisme. Maar hoe hou je het nou tegen? Ik ga uitzoeken of ik FC Den Haag uit onze stad weg kan houden, heeft burgemeester Van Tijn van Amsterdam nu vandaag gezegd. Want dit kan niet langer. En er zijn er meer die zo denken. Verschillende organisaties en leden van de Tweede Kamer willen dat mensen die bij sportwedstrijden aan racisme doen, worden opgepakt en worden gestraft. Een wervelstorm en 2 weken regen hebben een groot deel van de Filipijnen veranderd in een rampgebied. 21 mensen zijn door de overstroming om het leven gekomen en duizenden hebben geen dak meer boven hun hoofd. In verschillende steden van de Filipijnen staat het water meer dan een meter hoog. Mensen brengen zichzelf in veiligheid door op auto's te klimmen of op het dak van hun huis. En het water stijgt nog steeds. Al meer dan 10.000 gezinnen zijn hun huis kwijtgeraakt. Vaak zitten ze ergens op een droog plekje te wachten op hulp. Of ze proberen zelf weg te komen, zo goed en zo kwaad als het gaat. De regering van de Filipijnen is in een spoedvergadering bij elkaar gekomen om te kijken hoe ze zo snel mogelijk de slachtoffers eten en een slaapplaats kunnen geven. Thank you.
deze basisschool, de Kruidenwijzer in Almere, zitten 160 leerlingen. Maar vandaag kwamen er niet meer dan 30 opdraven. De rest van de kinderen weigert om nog langer te komen. Ze zijn kwaad omdat de weg naar hun school veel te gevaarlijk is. Rond de school is een heel groot bouwterrein. Voor de kinderen is het vaak een hele kunst om tussen het zware vrachtverkeer door naar school te komen. Ook de ouders en de politie vinden dit veel te onveilig. En daarom waren de 130 kinderen vandaag niet in de klas, maar bij elkaar thuis. En ze zijn voorlopig niet van plan om weer naar school te gaan. Eerst moet het er veiliger worden. Nou, we liepen uit school, het was dus de school uit, was uit. En toen moesten we rechtdoor lopen, omdat de andere weg was afgesloten. En toen stond er zo'n ding. Mm-hmm. En toen moesten we eronder door. Nou, en toen zijn er ook nog veel andere dingen. Vrachtwagens, bulldozers. Nou, ik vind het hartstikke gevaarlijk en het is ook best eng, want je moet achter vrachtwagens langs, met stenen en zo. En je moet langs, hoe heet het, zo'n ding dus. Je moet eronder door, de bus komt vastzitten. En allemaal gevaarlijke dingen, er komen van die raamkozijnen door. Ze rijden keihard. Het is best wel eng. Volgens de bouwers kan het nog wel 2 jaar duren voordat deze nieuwe woonwijk helemaal klaar is. En daarom willen de ouders en de leerlingen dat er zo snel mogelijk een oplossing gevonden wordt. Ze willen in ieder geval een stenen weggetje waar geen vrachtverkeer mag rijden. Maar of dat weggetje er komt, dat moet de gemeente beslissen. En dat duurt volgens de stakende leerlingen al veel te lang. Wim Wieler, u bent wethouder van onderwijs in Almere. Kinderen worden thuis gelaten. Dat mag toch niet? Nee, dat kan niet, want er is een leerplichtwet en daar moeten de kinderen aan voldoen. En dat moeten de ouders dus ook weten, dus kinderen op school. Ja, maar ze kunnen niet naar school, want het is heel onveilig om hier te komen. Ja, er zitten een paar hele slechte situaties in, vooral in verband met de veiligheid.